Dag allemaal, fijn dat je kijkt naar weer een nieuwe video van WIDM TV. Ik ben een beetje ziek, maar ik ben overladen met toffe reacties aan de hand van mijn video die ineens overal en nergens op het internet verschijnt. Vandaag kreeg ik gaaf nieuws. Simone Wijmans heeft gereageerd. Niet per se op mijn video specifiek, maar op de theorie die ik in mijn video bespreek. Mocht je die theorie nog niet gezien hebben, kijk dan eventjes daar. En dan is dit de reactie van Simone Wijmans op de theorie die ik daar bespreek over de groepsfoto's van iedere aflevering. Waar Simone lijkt het wel op de plek staat van de afvaller van die aflevering daarvoor. De bron van deze video is Telegraaf Vandaag. Bij de NOS zijn heel veel Wie is de Mol fans. Afgelopen zaterdag heb ik het 8 uur journaal gedaan. En toen daarna moest ik op de redactie blijven voor de latere journaals. Dus toen zaten om mij heen allemaal mensen naar Wie is de Mol te kijken. Ik zelf natuurlijk ook. Dus dat was wel heel erg grappig. Maar ja, dat is alleen maar ben je het en ik zie het en je geeft een teken en weet ik veel wat. Het gaat de hele dag door. Er is nu ook een theorie over dat ik dan op de plek sta van de afvaller van de afgelopen week. Ja, vind ik een hele bijzondere theorie. En we zullen zien of die theorie klopt of niet. Heb je iemand in vertrouwen genomen? Ja, iedereen, elke kandidaat die heeft een vertrouwenspersoon. Of je nou de mol bent of niet, of maakt niet uit. Je hebt allemaal één persoon waar je alles aan kunt vertellen. En mijn vertrouwenspersoon was mijn zus, dus ik kon haar altijd bellen, ook tijdens de opname. En ook daarna om stoom af te blazen. Dus zij weet alles. Dus het heeft eigenlijk een jaar geduurd natuurlijk. Van dat je het hoort, tot vertrek en alles stilhouden en nu de uitzendingen. Dus ja, het is wel een jaar uit je leven, maar wel een heel erg bijzonder jaar. Ik zal het echt nooit vergeten. Ja, kijk je nu ook de afleveringen terug en dat je opeens, ja, je ziet natuurlijk nu hele andere dingen. Klopt, ja, en ook in de biecht dat je soms denkt, shut the fuck up, tegen een van de kandidaten. En dat was de reactie van Simone Wijmans. Super spannend. Ik ben heel erg benieuwd wat er aanstaande zaterdag gaat gebeuren met de groepsfoto van aflevering 8. Best wel spannend. Vond je dit een leuke video? Geef dan eventjes die duimpjes omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren en druk op het belletje. Dan word je onderdeel van de Notification Squad en ben je als eerste op de hoogte van de laatste video's. Laat hieronder in de reacties eventjes weten wat jij vond van deze video en wat jij vindt van de reactie van Simone aan Telegraaf Vandaag. Heel graag, tot de volgende keer!